Maritieme werktuigkunde 1, hoorcollege 4, warmtewisselaars deel 2. Het vorige college zijn we afgesloten met een kleine opgave. En die opgave ging over een koelertje, 28 graden, temperatuurverschil. En de vraag was, wat was dan die warmtestroom, Q? En die oplossing, die is op zich heel eenvoudig. We hebben die formule van K maal A maal delta T. De constante vermenigvuldigd met het oppervlak van de koeler, vermenigvuldigd met dat gemiddelde temperatuurverschil. Daar komt iets uit in joule per seconde watts. En in dit geval is dat 1200 watt per vierkante meter Kelvin, vermenigvuldigd met 20 vierkante meter, vermenigvuldigd met 28 graden Kelvin. En dat levert dan een totaal op van 672 kilowatt. Nou, dat zou niet al te veel problemen moeten geven. Als we dan iets dieper kijken naar die theorie achter die formule die we net gehad hebben. Hoe komen we nou aan die Q is mc maal delta T? Dat heeft alles te maken met het behoud van energie. We zien dat de hoeveelheid massa die zo'n koeler instroomt, als we die vermenigvuldigen met de enthalpie, en dat is een maat voor de warmteinhoud van zo'n stof, en je doet dat aan het begin en het einde van de koeler, dan kunnen we wiskundig afleiden dat uiteindelijk die massastroom vermenigvuldigd met dat verschil in enthalpie, dat verschil in warmteinhoud van die stof, dat dat zowel aan het begin, dat dat voor de ene vloeistof gelijk moet zijn als dat van die andere vloeistof. Dat is die wet van behoud van energie waar ik het net ook al over had. En dan heel belangrijk, als die stof in dezelfde fase blijft, zoals hier zo als voorwaarde staat. Dus dat betekent, we gaan niet van vloeistof zoveel warmte toevoegen dat het gaat verdampen. Of zoveel warmte aan een gas onttrekken dat het gaat condenseren. We blijven in diezelfde fase. We blijven in die vloeistoffase. Dan mogen we zeggen dat opgaat dat die hoeveelheid warmte die uitgewisseld wordt gelijk is aan de massa keer die soortelijke warmte keer dat temperatuurverschil. En dat is die formule die we net ook al gebruikt hebben bij het berekenen van die warmteinhoud. Als we dat gaan toepassen op een sommetje, dan zou dat er zo kunnen uit kunnen zien. We hebben een koeler waar zoet koelwater gekoeld wordt met zeewater. We zien twee verschillende dichtheden, 1000 en 1025. Bij het zeewater gaat er 200 kubieke meter per uur door de koeler heen. Begintemperatuur 12 graden, eindtemperatuur 23 graden. Dus dat zeewater dat warmt op. Het koelwater, het zoetkoelwater, heeft een iets kleiner volumegebied, dus 150 kubieke meter per uur. Dat is 55 graden als het de koeler inkomt. En dan willen we weten, wat is de temperatuur als die eruit komt. En dan is nog gegeven dat de soortelijke warmte 4,19 kilojoule per kilogram Kelvin is. Nou, dit zijn heel veel gegevens, heel veel informatie. En vandaar ook de tip, teken nou zo'n grafiekje met de temperatuur x als tegen de lengte van die koeler. Zo de temperatuur op de y-as tegen de lengte van de koeler op de x-as. En zo'n grafiekje ziet er dan uit zoals we in de vorige video gezien hebben. Dan hebben we het over dit soort grafiekjes zoals hier aan de linkerkant. Even schematisch. We hebben water dat in en uitstroomt. We hebben die temperaturen. En dan kan je daarmee, als het goed is, het sommetje oplossen. Ja, en om dat sommetje op te lossen, mogen jullie even aan de slag gaan. En als je een antwoord hebt, dan kunnen jullie in opgavebundel hoofdstuk 4, opgave 3, checken of dat antwoord ook correct is en klopt.